Kalle Koster, de Olympische haven hier, waar over iets meer dan 30 dagen de Spelen gaan plaatsvinden. Jullie gaan vandaag nog trainen? Ja, vandaag hebben we een wedstrijdje met de buitenlanders. De coaches die organiseren wedstrijden op alle Olympische banen. Zodat we ook de wind een beetje kunnen leren kennen. Vandaag is alleen heel erg mistig en weinig wind. Dus er is een beetje uitstel. Maar goed, als de wind komt gaan jullie varen tegen de concurrent zoals jullie de afgelopen dagen hebben gedaan. Hoe liggen jullie ervoor? Nou, het gaat eigenlijk best wel goed. Snelheid zit er echt goed in. Dus dat geeft een hoop vertrouwen. Dat zou ook heel vervelend zijn als je dat op dit moment niet hebt. Tactisch moet je het gewoon. Dat is waar het spel gespeeld wordt, mentaal en tactisch. Dat spel begint nu te komen. En dat zie je ook bij een aantal buitenlandse concurrenten, dat ze toch al een beetje zenuwachtig beginnen te worden. Ja, Sven, want voor jullie is dit de derde keer natuurlijk dat jullie de Spelen gaan doen. Hoe zitten jullie nu in de boot met z'n tweeën? Nou, goed. We willen er gewoon alles van maken wat mogelijk is. Ik denk dat het heel goed gaat lukken. Kalle, je kijkt heel serieus in de boot. Zit alles goed? Hier mogen de concurrenten zien hoe jullie alle lijntjes hebben? Of is het allemaal geheim? We varen eigenlijk niet met alles waar we de Spelen mee gaan varen nu. Want er zijn wat dingen onder revisie en zijn met wat dingen. Het zijn gewoon aan het optimaliseren. Ze mogen van mij. Kijk, we hebben niet zo heel veel geheimen. We gaan hard met de spullen die we hier hebben. En het maakt op zich niet zoveel uit. Genieten jullie ervan de derde keer? Ja, nou, het echte genieten, dat gaat pas in augustus zijn, hè? Want daar gaat het om. Het gaat niet om nu. Dit is gewoon de arbeid die geleverd moet worden om in augustus echt te kunnen genieten. Dus, het gaat goed? Het gaat zeker goed. En we gaan ervoor om onszelf te verbeteren. Op te spelen. En ja, iedereen weet wat dat betekent. Ja, dat is een medaille. Ja. 6-4 en nu? Goud. Dankjewel.